1.4 Positie van getallen. Een handig hulpmiddel om leeftijden of andere getallen te berekenen is de getallenlijn. In een restaurant serveren ze een fles wijn uit het jaar 1993. Hoe oud is deze wijn? Je kunt dit oplossen met een getallenlijn. Hier heb ik een getallenlijn getekend. Dit is het jaar waarin de wijn is gemaakt. Dit is het jaar waarin we zitten. Om nu te berekenen hoe oud deze wijn is, ga je de jaren berekenen. Ik heb hier de jaren vermeld. We gaan als volgt rekenen. Dit is 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar. 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 jaar halen we uit deze getallenlijn. Door de verschillende stapjes op te tellen, kom je tot het getal van 20. Getallen kunnen ook onder of beneden 0 noteren. Dit noemen we negatieve getallen. Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur als het winter is en het vriest 2 graden. De temperatuur is dan min 2. Op de getallenlijn hierboven zijn alle getallen boven de 0 positieve getallen. En alle getallen onder de 0 zijn negatieve getallen. 0 is niet positief en 0 is niet negatief. Een getallenlijn heeft een constante logische verdeling. Bijvoorbeeld de volgende getallenlijn. Je ziet hier dat de afstand tussen de verschillende streepjes is constant. We hebben hier het getal 0 in het midden en hier min 2. Neem de volgende getallen over op deze getallenlijn. Het resultaat ziet er als volgt uit. Hoe hebben we dit ingevuld? De 0 die stond er al en de min 2 stond er ook al. Van 0 tot min 2, dat is 2 stapjes. Als de getallenlijn een constante verdeling en logische verdeling heeft, en we hebben hier 2 stapjes, dan zal dit ook 2 stapjes zijn. Dus komen we hier op min 4. Krijgen we hier ook weer 2 stapjes. Komen we op min 6. Weer 2 stapjes, min 8. En weer 2 stapjes, min 10. Dit was 2 stapjes met negatieve getallen. Dan gaan we hier iedere keer 2 stapjes doen met positieve getallen. Van 0 gaan we dan naar 2. Van 2 gaan we dan naar 4. Van 4 dan naar 6. Van 6 naar 8 en van 8 naar 10. Je kunt getallen ook onderling vergelijken. Is het ene getal groter dan het andere getal? Zijn de getallen gelijk? Is het ene getal misschien kleiner dan het andere getal? In de wiskunde gebruiken we hiervoor de volgende tekens. Dit teken betekent groter dan. Dit teken hier betekent groter dan of gelijk aan. Het eerste teken betekent gelijk aan. Het kleine dan of gelijk aan teken is deze. Het kleine teken is deze. Een ezelsbruggetje om het verschil tussen die en die te onthouden is als je hier een streepje zou zetten, dan heb je de K van kleiner.
Vul bij de volgende regels het juiste teken in. 6, puntje, 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 10. Een van deze tekens kun je hier invullen. Ga je gang. Zes is kleiner dan 10. Dus zul je dit teken hoogstwaarschijnlijk hebben ingevuld. 6 kleiner dan 10. Maar dit teken, dat betekent kleiner dan of gelijk aan. Dus als het aan één van beide voldoet, geldt deze ook. En één van beide is kleiner dan. Dus hier mag je twee tekens invullen. 6 kleiner dan 10 of 6 kleiner dan of gelijk aan 10. De volgende. 0, puntje, 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 min 2. Wat vul jij hierin? Hier kan je ook weer twee tekens invullen. 0 is groter dan min 2. Dus 0 is groter dan min 2, dit teken. Maar groter dan of gelijk aan. Dus er staat niet en, maar er staat of. Dus dat betekent dat als aan één van beide voldaan wordt. Nou, en dat doet hij, hè, want groter dan. 0 is groter dan min 2. Dus je kan ook hier weer twee tekens invullen. Het groter dan teken of het groter dan of gelijk aan teken. Volgende regel. Min 4, puntje, puntje, puntje 0. Min 4 is kleiner dan 0. Min 4 is kleiner dan 0. Ook hier kan min 4 is kleiner dan of gelijk aan 0. Want we hebben hier weer of. Dus ook deze voldoet weer. Dus ook hier kunnen we weer twee tekens invullen. De volgende. Deze ten opzichte van die. Wat kan hier? Hier kan gelijk aan. 2 miljoen is 2 miljoen. Dus één oplossing. De volgende, deze. Een half miljoen. Een half miljoen is hetzelfde als hier. 500.000. Dus hier plaatsen we ook weer gelijk aan. Gelijk aan. De laatste. €250.000 is groter dan 25.050. Groter dan. Groter dan. En ook hier kan deze ook weer groter dan of gelijk aan. Want groter dan komt ook hierin voor. En het is of en niet en. Dus als er één van beide voldoet, mag je deze ook doen. Dus 6 is kleiner dan 10. Maar iemand die zegt dat 6 kleiner dan of gelijk aan 10 is, heeft ook gelijk. 6 is namelijk kleiner dan of gelijk aan 10. En hij voldoet aan deze. Denk daar dus om.
Je kan dan twee tekens invullen. Je gebruikt de term kleiner dan of gelijk aan, vaak als je bijvoorbeeld getallen A wilt aanduiden die kleiner dan of gelijk aan 10 zijn. Je schrijft dan A kleiner dan of gelijk aan 10.